Ja, dan komen we natuurlijk, zo, de laatste dag, komen we natuurlijk bij de grootste flapdrol van het jaar. Maar ik noem dat niet de flapdrol, ik noem dat de badjas, vrienden. Ja, sinds kort gebruik ik dat woord veel, weet je wel, daar zit alles in. Daar zit dommigheid, vervelendigheid, lamlendigheid zit in het woord badjas. Opgesloten, ja, wat een badjas, weet je wel dat. Nou, maar wie is nou de grootste badjas van het jaar? Nou, ik heb de hele lijst heb ik opgeschreven, vrienden. Ja, en het is niet te klein ook. Hier, en dan heb ik al die namen die in aanmerking komen voor de titel de badjas van het jaar 2022. Nou, dan beginnen we bij, ja, André Hazes. Ja, die, ja, met al zijn gedoe, met zijn familie, ruzie hier, ruzie daar, ga maar door. De Welen, wat denk je van de Welen? Ja, afgelopen jaar. Ja, die had hem ineens zo hangen, ja. En die liet dat aan iedereen weten. Hé, hey, dan ben je wel een badjas toch? Ja, 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 ja. En wat denk je van die Lil Kleine? Ook zo eentje. Die wou ook graag meedoen voor die titel. Want ja, die ging daar ruzie maken met die Jamie over een broodrooster of zo. Voor de rechter. Ja, dan ben je goed heen hoor. Ja, en wat denk je van die Frank Basmeijer? Ook zo eentje. Die werd ineens zomaar losgelaten. Ja, iedereen dacht, oh, wat gebeurt er met die Basmeijer? En jou hoor, die was weer vrij. Dus die komt ook in aanmerking. Ja, ik loop zomaar wat namen af hè, met jullie. Ja, ga met me mee. Danny de Munk, ook zo eentje. Ja, kwam ineens in de problemen. Ging zich zwaar verdedigen. Maar ja, is hij een badjas? Twijfelachtig, ik denk het niet. Jeroen Rietbergen, die wel. Die wel, ja. Die zat met zijn pianeurvingertjes aan iets te veel dames. Ja, dus die zou wel heel erg in aanmerking komen. En Ali B, ja natuurlijk. Ali B. Ja, die wou ook heel graag die titel hebben hoor. Ja. En Stuart van Linden, nog zo eentje. Pff, zou dat een badjas zijn? Ben bang van wel, hè? Ja. En dan de Glennis Grace. Oh, vrienden. Ja, daar hebben we wel het nodige mee meegemaakt op dit kanaal met de Glennis. Maar ja, is zij een badjas? Dat is maar de vraag. Wat denk je dan van Marco Borsato? Weet ik niet hoor, bij Marco. Nee, bij Marco weet ik het niet. Ik bedoel, die laten we even met rust. Qua badjas, ja. En dan kom je natuurlijk in de politiek terecht. Wat denk je van die Vera Bergkamp? Nou, dit kan natuurlijk helemaal. Mark Rutte, hey, hallo. Wat denk je van de kakel en de kaag? Oh, ho, ho. Dat is allemaal Hugo de Jonge. Ja, 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 ja. Allemaal dat soort types. En nog beter, die Sophie Hermans. Hoi. Weet je wel, van het pittige gesprek. Die Sophie Hermans. Nou zeg. Die wilde heel graag ook de badjas winnen. Maar ja, we hebben natuurlijk dan nog over de familie de Mol. De John natuurlijk. En de Johnny, ja. Zijn dat badjassen? Dat weet ik niet. Ook allemaal vraagtekens. En dan hebben wij ook nog staan Matthijs van Nieuwkerk. Ja, ook nog afgelopen jaar, vrienden. We hebben wat meegemaakt met z'n allen. En ik weet niet of ik Mark Overmars al heb genoemd. Oh, nog zo eentje. Het is wat gebeurd het afgelopen jaar. Hè? Hoeveel mensen zich niet genomineerd hebben om de titel badjas van het jaar te krijgen. Ja, nou, dat zijn enorme waslijsten, dat merk je wel. En dan heb ik nog niet eens Johan Derksen genoemd. Johan Derksen. Komt, zou ook met al zijn gedoe en rellen en weet ik veel wat we gehad hebben. En liquidaties en kaarsverhalen. Nou, vrienden. Hé, hey, maar goed, ik heb dit allemaal, heel deze info, heb ik op mij in laten werken. Vrienden, en ik ben dus met mezelf heel ernstig in conclaaf gegaan. Dat betekent, ik ben gaan vergaderen met mezelf. Dat is het. En ja,
En heel serieus heb ik hier eens over nagedacht. Wie is de badjas van het jaar? En mijn conclusie luidt, vrienden. En daar komt hij. Hou je vast. Hier komt hij. Tromgeroffel. De badjas van het afgelopen jaar is... Ja, jongetje Jette. Ja, jongetje Jette. Ja, en ik zal jou ook zeggen waarom hij de winnaar is. Hij is de winnaar, want hij heeft iedereen figuurlijk en letterlijk in de kou laten staan.